Ik ben Jentel Mester. Charlotte. Koen Kruisbergs. Lisbeth. Appner. Ik ben Sofia. Ik ben 43 jaar. 32 jaar. 23 jaar. 42 jaar. 34 jaar. 25 jaar. Ik werk in rustpraktijk, Momentum Kinepraktijk in Westende. Sportmeetadviescentrum Het Smak in Leuven. Rehab en Sportcenter in Zoersel. Kindstherapeut van het nationale volleybalteam van de dames Belgian Yellow Tigers. Praktijk M Bilzen. Universiteit Hasselt. Ik heb een groepspraktijk Kinezo ook in Mechelen. Onze populatie is gemixt. Ik vind zowel qua leeftijd, qua types. En wij behandelen hoofdzakelijk patiënten uit de MSK. Waarbij we sowieso bewegen of opnieuw bewegen centraal zitten. Ik baat een groepspraktijk uit voor neurologische revalidatie. Manuele therapie, sportkinesietherapie en bekkenbodemtherapie. Dat kan enerzijds echt Olympische elite-atleten zijn, maar anderzijds kan dat ook een LO-student zijn met geen meebedoelzeken bijvoorbeeld. Enorm belangrijk. Ik vind dat iedere goede kine dat zou moeten doen. Het levenslang bijscholen is eigenlijk een absolute must. Simpel, maar ik vind dat zonder lifelong learning ik als kinesietherapeut nergens zou staan. Kinesietherapie is een vakgebied dat continu in beweging is. Nieuwe inzichten, nieuwe kennis. Het is super belangrijk om bij te blijven. Ik vind dat ook een beetje uw plicht. Naar uw patiënten, naar uw atleten, dat je echt wel up-to-date blijft. En ik verwacht ook dezelfde attitude bij mijn collega's. Ik probeer 1 à 2 bijscholingen per jaar te volgen. En daarnaast probeer ik ook op regelmatige basis een webinar bij te wonen. Pre-COVID-19, ik denk 3, 4, 5 in het voorjaar en 3, 4, 5 in het najaar. Dat is een beetje afhankelijk van het aanbod, maar zeker 2 tot 3 keer per jaar. Wat past in onze agenda en dingen die nuttig zijn voor onze praktijk? En wij gaan toch altijd ruim boven het minimum aantal punten dat noodzakelijk is voor PQK. Ik zoek meestal bijscholingen die een beetje liggen in mijn vakdomein. En dan zoek ik meestal bijscholingen die ook een zeer praktische inslag hebben. Eigenlijk ga ik vooral op zoek naar diepgang. Nieuwe behandelmethodes, nieuwe onderzoekstechnieken, betere behandelmethodes en betere onderzoekstechnieken. Ik heb gemerkt dat door bijscholingen te volgen, je in een specifiek onderwerp veel meer diepgang kan krijgen. En dat is ook hetgeen waar ik het meest naar op zoek ben. Praktische toepasbaarheid, dus effectief kunnen gebruiken in de praktijk en relevant voor de populatie die je behandelt, zeg maar. Of naar bijscholingen die mij meer kunnen leren over het beter maken van de praktijk of hoe beter om te gaan met patiënten. Dat was een opleiding van Toby Hall met betrekking tot wervelkolom gerelateerde klachten. De bijscholing van Ende King betreffende patologieën van het onderste lidmaat was voor mij een absolute eye-opener. Alles wat Frans Bos gebracht heeft, de theorie en de praktijk, ook al wat ik waarschijnlijk na de tweede zin van Frans Bos al niet meer mee wat hij wou meteen doen, omdat die man precies in een andere stratosfeer zit, maar topopleiding, practice skills ervan gebruik ik dagelijks in mijn praktijk. Dat was een meerdaagse summer school rond Parkinson revalidatie. En dat was vooral zo'n goede ervaring, omdat daar allemaal vanuit heel de wereld mensen kwamen met heel veel ervaring, met heel veel passie voor hun job. En de lessen werden ook gegeven door absolute experts binnen het veld. Daarnaast kijk ik ook enorm uit naar de opleiding The Adult Patient van Benno en Matthew. De opleidingen die over praktijkmanagement gaan. Motivational interviewing. Daar heb ik geleerd van niet onmiddellijk met oplossingen naar patiënten te komen, maar eigenlijk hun uit te nodigen om mee na te denken over de oplossingen voor hun probleem.
Mijn advies voor pas afstudeerde kinesitherapeuten is vooral heel veel doen, durf ervaring op te doen. En als je met collega's werkt, zou ik zeggen, stel vragen. Als je vragen hebt, durf die ook te vragen. Wees daar zeker niet beschaamd over. Ik zou afstuderende kines het advies willen geven om te gaan zoeken naar hetgene dat hun persoonlijk echt fascineert. Te gaan zoeken waar hun eigen passie ligt. Dat kan een bepaalde doelgroep zijn, of een bepaalde specialisatie, of een bepaalde patologie. Een bepaalde aanpak, manier van werken. Maar gewoon echt zoeken waar uw passie ligt. En dan gaat je alle dagen met heel veel plezier naar je werk gaan en nooit tegen de goesting moeten gaan werken. Ik zou jullie als advies willen meegeven van in het begin te exploreren en te zoeken naar jullie interessegebied. Volg een aantal bijscholingen en dan zullen jullie merken waar jullie het meest uit halen en waar jullie het meest arbeidsvreugde uit halen. En probeer je dan te differentiëren van andere collega's door specifiek heel goed te worden in een bepaald vakgebied. Leer vooral heel goed luisteren naar je patiënt. Door goed te luisteren, goed door te vragen, ga je vaak eigenlijk al de helft van de behandeling ter oren komen. Eigenlijk altijd blijven uitvragen leidt naar goede oplossingen en goede behandeling. Ook belangrijk natuurlijk als therapeut is be confident, be yourself. Tracht ook eerlijk te zijn met jezelf, zoals eerder al besproken. Ik denk dat het heel belangrijk is om direct aan de slag te gaan, bijvoorbeeld met een vijfjarenplan. En op te schrijven op een blad papier waar je binnen 5 jaar wilt staan. Daarnaast ook waar je binnen 4 jaar wil staan, 3 jaar wil staan, 2 jaar wil staan of volgend jaar wil staan. En dat je zo terugbouwt. Je zegt van oké, waar wil ik binnen 6 maanden staan? Waar wil ik volgende maand staan? En wat kan ik doen om bijvoorbeeld volgende maand daar te staan? Wat kan ik morgen daaraan doen? Daar ben ik persoonlijk dat je heel veel uit kan leren.